waar gaan we kijken naar een elektrochemische cel. En die proberen we te ontleden, om te kijken of we hem begrijpen. Oftewel, we gaan batterijen begrijpen. Want een elektrochemische cel is gewoon een chic woord voor een batterij. Ja. En in de Nederlandse taal gebruiken we het woord batterij voor eigenlijk alles wat klein en handzaam is. En het woord accu gebruiken we eigenlijk alleen maar wat in een auto zit. Maar eigenlijk is iedere oplaadbare batterij technisch gezien is een accu. Maar die termen gebruiken we, zoals we dat in het dagelijks taalgebruik ook gewoon gebruiken. We gaan hier kijken naar een elektrochemische cel en we gaan kijken naar de meest traditionele elektrochemische cel, zoals die in eerste instantie is ontworpen. We zien hier twee bekerglazen en die twee bekerglazen zijn gevuld met een zoutoplossing. In het linker bekerglas zit een emolair zinksulfaatoplossing. In het rechter bekerglas zit een emolair kopersulfaatoplossing. En je ziet twee elektrodes, die heb ik blauw getekend. We hebben hier een zinkelektrode en we hebben hier een koperelektrode. Er is hier een draadje wat de ene met de andere elektrode verbindt. En dan hebben we een voltmeter of een stroommeter tussen zitten. Daar kan je natuurlijk ook een lampje tussen zetten. En je ziet hier een boogje en dat moet een zoutbrug voorstellen. Oké, wat we vandaag gaan doen is, we gaan het even ontleden om te kijken van wat gebeurt er nou allemaal en waar vindt de elektronenstroom plaats. We hebben eigenlijk twee, in de elektrochemische cel hebben we een redoxreactie, alleen die redoxreactie zoals we normaal, die hebben we in één vat, ja, op één plek vindt die redoxreactie plaats. En de reductor die kan direct met de oxidator reageren, of andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En hier hebben we die reductor en die oxidator, die hebben we van elkaar gescheiden. Dus die zijn fysiek van elkaar gescheiden. En dan hebben we dus, om te zorgen dat er wel elektronentransport plaats kan vinden, hebben we dus dat snoertje nodig. Dat is meestal een koperdraad. Oké, we gaan kijken naar deze situatie. We kunnen alle deeltjes opschrijven en dan kijken wat is de sterkste oxidator en de sterkste reductor. Ik heb dat even achterwege gelaten. Misschien moet je daar nog even aan denken. Misschien wil je dat voor jezelf doen. Dan zou je dit filmpje voor kunnen gebruiken. De reductor in dit geval die we gaan gebruiken, dat is zink, vast zink. En de oxidator zijn de koperionen die dus in de oplossing zitten. En je ziet, ik heb hier een emolair kopersulfaat oplossing staan. En dat kopersulfaat heb ik natuurlijk in zijn zoutformule staan, maar opgelost. Ja, dat is een oplossing. Ja, zijn dat natuurlijk koperionen en zijn het sulfaationen. Die sulfaationen die doen hier helemaal geen rol. Ja, die doen niks met deze redoxreactie. We gaan dus alleen maar kijken naar het vaste zink en de koperionen. Nou, wat gebeurt er? Koperionen, ja, die hebben twee elektronen nodig. En die twee elektronen met die koperionen zorgen voor vast koper. En dat zink, dat levert twee elektronen. En dat wordt dan zinkionen. Dus wat gebeurt er nou? Dat vaste koper, dat vraagt om die elektronen. En die elektronen die komen van dat vaste zink. Dus ik pak even een stift erbij. Die koper die vraagt om elektronen. Dus die elektronen die gaan deze kant op. Ja? Die elektronen die komen, die worden geleverd door die zink elektronen. En wat gebeurt er dan? Die zink, hè, dat plaatje zink, die staaf zink, dan vallen atomen uiteen in ionen en twee elektronen. En op het moment dat dat zinkatoom, een metaalatoom, die twee elektronen heeft afgegeven, is het een oplosbaar ion geworden. En dat zie je dus ook. Hè? Je ziet in mijn pijl dat daar zink 2 plus ionen uit die elektroden vandaan komen. Dus mijn elektronen die lopen op deze manier en mijn zink elektrode die wordt steeds kleiner. Want ik verlies natuurlijk... Ik verlies deze deeltjes die langzaam in oplossing gaan. Ja, dus ik verlies zink elektroden en dat worden zink 2 plus ionen. Nou, wat gebeurt er hier?
die koperionen die vragen om die elektronen, ja, en je ziet hier een pijl van koperionen die hier in de oplossing zaten. Want ik had natuurlijk een 1 molair kopersulfaat oplossing. Dus deze ionen die hier in de oplossing zitten, ja, die, dat worden vaste kopermetaalatomen en die hechten zich aan dat koperelektrode, aan die koperelektrode. Dus die koperelektrode die wordt eigenlijk steeds groter. En als je dit systeem een tijdje laat draaien, dan zou je dat ook zien dat er een soort van, hè, een soort van kopergruis op die elektrode zit. Nou, dit systeem werkt alleen maar, ja, als we een gesloten stroomkring hebben. Dus we moeten zorgen, ja, dat we niet alleen die elektrode of die elektronen van links naar rechts kunnen laten stromen. Maar als we dat zouden doen, dan zouden we dus een negatieve lading hier tekort komen, dus dan zou dit bekerglas positief worden, dan zou dat bekerglas vol met elektronen komen. Nou, dat kan helemaal niet. Dus om die stroomkring gesloten te maken, hebben we hier een zoutbrug voor nodig. Wat is nou een zoutbrug? Een zoutbrug, dat zie je hier, dat is NaCl. Dat is een NaCl oplossing, maar die zit er niet los in als vloeistof. Ja, die is met gelatine is die vastgezet. Dus het is gewoon een pijpje, een glazen pijpje of een kunststofpijpje. Ja, waarin een keukenzoutoplossing in zit. En die keukenzoutoplossing die, is met gelatine is het, hè, vastgezet. Nou betekent dat zo, hè, dat die oplossing, die water, dat water in dat gelatine houdt de boel vast. Maar die ionen die kunnen nog wel, ja, die kunnen nog wel bewegen. Wat gebeurt er dus? Die elektronen die gaan van links naar rechts. En om die negatieve lading die we hier tekort komen weer te compenseren, gaan er chloride ionen uit die zoutbrug gaan hier naartoe. Hetzelfde, hè, maar dan tegenovergestelde. Aan de andere kant, we krijgen hier natuurlijk te veel negatieve elektronen aan deze kant. Ja, dus wat gebeurt er? Er gaan natriumionen gaan juist naar de rechterkant toe. Nou, als ik wil uitrekenen wat mijn bronspanning is, ja, wat kan dit uiteindelijk leveren? Dat zal een vraag zijn die je vaker moet gaan beantwoorden. Dan kan ik, ja, de spanning van mijn koper 2 plus koper redox koppel. Daar haal ik zink 2 plus redox koppel van af. En die haal je natuurlijk gewoon weer uit je Binas tabel 48. Ja, dat zijn natuurlijk die elektrodepotentiaal 0,34, hè, plus 0,76. Dus deze batterij, want dat is het is een batterij, ja, die kan 1,1 volt leveren. Ja, tot wanneer? Wanneer is deze batterij nou op? Ja, tot of natuurlijk de elektrode op is. Als die zinkelektrode op is, kunnen er geen zinkionen meer in oplossing komen. Dus dan houdt het op. Maar het meest waarschijnlijke is, ja, dat er hier die koper 2 plus ionen die hier in de oplossing zitten, dat die op een gegeven moment uit de oplossing zijn. Of dat de concentratie zo laag is, ja, dat langzaam maar zeker die spanning minder wordt. Nou, hoe zou je dat kunnen zien? Nou, koperionen in de oplossing, dat ziet er al, heeft een hele mooie blauwe kleur. Een hele mooie blauwe kleur. En die blauwe kleur, die zal je zien, ja, dat naarmate dit systeem stroom aan het leveren is, ja, dus als ik de stroomkring gesloten heb, dan neemt die voltage, die neemt langzaam af. Tot op een gegeven moment levert die geen stroom meer. En brandt mijn lampje bijvoorbeeld niet meer. Oké, we gaan een voorbeeld doen. Ik heb een elektrochemische cel. Ja, in die elektrochemische cel heb ik een linkerhalfcel en een rechterhalfcel. Zoals dat hier dus ook was. Ja, de linkerhalfcel zit er ijzer 2 sulfaatoplossing en een ijzer 3 sulfaatoplossing zit daarin. En het heeft een platina elektrode. De rechterhalfcel heeft een kobalt sulfaatoplossing en heeft een kobalt elektrode. Oké, we hebben een zoutbrug natuurlijk met een KCl oplossing. En tussen de halfcellen wordt een lampje geplaatst tussen die twee elektroden. Ook zoals hier, ja, geen meter, maar een lampje. Nou, de vraag is, teken de batterij, ja, zoals ik dat hier ook gedaan heb. Zorg dat je kan tekenen wat is de elektronenstroom en wat is de stroom van de ionen. En lever, hoeveel spanning, wat is het voltage van de bronspanning die deze cel uiteindelijk kan leveren. Goed, mijn volgende filmpje, ja, daar staat de oplossing, bespreek ik de oplossing. Dus ik hoop dat je hier iets van hebt. Misschien wil je subscriben. En het volgende filmpje staat natuurlijk hier al. Heel veel succes!